Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag iets van Violetta voor jullie, voor Violetta fans. En dit zijn glitter gelpennen. Ze zijn voor kinderen vanaf 5 jaar, van de maker Slammer. En ik denk dat ik het maar direct eventjes uitpak, dan gaan we de glitterpennen eens even bekijken. Het zijn dus 6 glitterpennen. Van buiten zie je ook al glitters in de dop. Het is van plastic met glittereffect en op elke pen staat Violetta. Als je de pen zo openmaakt, als je de dopper afhaalt, dan ziet het eruit als een balpen. Even kijken bij de andere. Ja, het is eigenlijk hetzelfde. We hebben roze, geel, blauw, paars. En dit is denk ik zilver. En dit is zwart. En dan zat dit er nog bij. Dat is van papier. Dat kun je er dan uithalen. En dan kun je dat gebruiken als schabloon. Ik heb ze allemaal eruit gehaald. En dan zal ik het eens even proberen met alle stiften. Ik begin dus eventjes met deze pen. En met het vlindertje. Oh, volgens mij is het goud. Het ziet er heel erg geel goudachtig uit. Mooi glanzend en glitterend. En het gedraagt zich als een balpen gewoon. Ja, dat is in ieder geval heel mooi. Dan heb ik die al geprobeerd. Geel goud. Dan gaan we door met de volgende. En dat is roze. Daar ga ik natuurlijk een hartje mee maken. En ook dit is een erg mooie kleur. Het is bijna neonroze. Zo, die ziet er zo uit. Heel mooi glittereffect. Dan ben ik benieuwd hoe blauw eruit ziet. Daar maak ik ook een hartje mee. Oh, dit is eerder een beetje donkerder blauw. Ik dacht dat die eigenlijk net zo knal zou zijn als de roze, maar dit is meer een soort donkerblauwe kleur. Maar ook deze is weer erg mooi. En dan zal ik hem even zo laten zien. Het glittert zeker. Dan gaan we door met Violetta. Dit is de Violet of Violetta stift, de paarse. Ik maak daar een muzieknoot mee. Dit is ook een vrij donkere kleur. Ja, ook dit is een hele mooie kleur. Ik geloof dat ik dit de mooiste vind tot nu toe. Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar leuk mee kunt schrijven. Gewoon brieven of zo. En dan in van die leuke kleurtjes. Dan ga ik eens even de zilveren testen. En daar maak ik een microfoon mee. Het ziet er goed uit. Het ziet er ook echt mooi zilver uit. Je ziet zo wel goed dat het zilver en goud is als ze zo in paren zitten. En dan komen we nu bij de laatste. De laatste pen is zwart. Ik ben erg benieuwd hoe die eruit ziet. Ik maak daar een klein sterretje mee. Dit ziet er best wel normaal zwart uit als een fineliner. Maar als je eventjes goed kijkt, dan zie je dat deze ook glitters heeft. In ieder geval hele mooie stiften. Ik kan me goed voorstellen dat je dan in een dagboek voor Violetta leuke dingetjes kan kleuren of schrijven. Het is natuurlijk ook gewoon leuk om mee te schrijven, want het werkt als een gewone balpen. Ja, jullie kunnen me laten weten in de reacties welke van de pennen jullie het mooiste vinden. Ik zei al, ik vind de paarse erg mooi, maar de roze is natuurlijk ook heel gaaf. En eigenlijk vind ik ze allemaal erg mooi. Maar jullie kunnen me het laten weten in de reacties. En...
Schrijf maar of jullie misschien ook van die glitterpennen hebben. Of jullie misschien nog wensen hebben dat ik iets hiermee moet doen. Laat het dan maar weten. En ja, bekijk ook onze andere video's. De andere Violetta video's. Of de vele andere speelgoedvideo's. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!